Nieuwe natuur in Flevoland. Ontwikkeling van de infrastructuur, de rijkswegen, een vliegveld. Ook de havens die we bij Urk gaan bouwen en de containerterminal in Lelystad. Allemaal voorbeelden waar het bedrijfsleven wat aan heeft, waar de bevolking wat aan heeft, waar we allemaal met z'n allen beter van worden. Veelal projecten, gemeenteoverstijgend, daar is nu juist de provincie aan zet. Ik neem u vandaag mee naar een van die projecten, de containerterminal bij Lelystad, als voorbeeld van dit verhaal. We gaan wild doen. Goedemorgen, hoi, daar zijn we weer. Ja. We zien nu het zijtaluut en die is in de herfst van vorig jaar gemaakt dooruit twee hijstellingen volgens mij. En dan hebben ze vrij snel achter elkaar erin geheid en is er zand aangevuld. Totaal ligt er nu rond half miljoen kub zand in. En dat ging allemaal heel snel. Dat werd aangevoerd door zandschepen. Ja. En dat betekent dat volgend jaar zomer, dan wordt die opgeleverd? Ja, en dan is de haven operationeel. Ja. Komt dit zand uit het IJsselmeer zelf? Uit de vaargeul, hè? Vaargeulonderhoud. Ja. Ja. Nou, daarmee proberen ze de vaargeul door de tijd heen ook groter te krijgen. Ja. Omdat wij die coasters gaan bouwen op Urk. En deze vaargeul is getoetst door Marin met simulaties. Dat de schepen die hier komen varen, dat zijn grote Rijnschepen van 110 meter lang, dat die netjes door de bocht kunnen, hier aan kunnen meren tot en met windkracht 7. En hoe gaan ze er dan uit? Want dan zwaaien ze hier. Oh, dat kunnen ze wel, als ze zwaai komen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. We staan nu bij de toekomstige kade van onze containerterminal. Er kunnen hier straks twee schepen liggen van ongeveer 110 meter lang. En hier zullen dus daadwerkelijk die containers overgeslagen worden. Flevoland die exporteert vanuit Flevoland ongeveer voor 1,5 miljard euro per jaar aan goederen. En het is de bedoeling dat we een groot deel van die goederen ook via de containers hier het water opbrengen. En daarmee gaan de goederen van de weg af. Minder vrachtwagens op de weg. Dat is voor de Randstad van belang, maar ook voor Flevolandse bedrijven. Omdat over het algemeen transport over het water een stuk goedkoper is dan transport over de weg. Wij hebben ook signalen en wij geloven daar ook in dat veel van de bedrijven hun goederen dan ook meer in Flevoland gaan verwerken voordat ze op transport gaan, omdat ze direct via de containers naar de plaats van bestemming doorgevoerd kunnen worden. Er is een enorme impuls voor het Flevolandse bedrijfsleven en daarmee ook een enorme groei van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid zal niet alleen groeien, ongeveer 25 arbeidsplaatsen per hectare in het industriegebied wat hier achter het bedrijventerrein, wat hier achter aangelegd gaat worden, maar ook in het bedrijfsleven van Flevoland zelf, wat door deze voorziening veel meer kan groeien dan ze anders gekund hadden. Ik sta hier al die verhalen te vertellen en ik heb u uitgelegd wat er zo al gebeurt. Maar u kunt dat ook zelf komen bekijken. 2 september is er een open dag hier op de haven. Dan kunt u zelf zien hoe het geworden is. Dan mag u het terrein op en dan wordt u ook uitgelegd wat er zich hier allemaal afspeelt, maar vooral ook wat er zich hier gaat afspelen.